geloof dat hebben we nodig in Suriname. En dat is wat je op dit moment mist. Omdat wij uit alles wat de regering doet, slechts één conclusie kunnen trekken. Dat deze regering geen liefde heeft voor het land. Geen liefde heeft voor u. Geen liefde heeft voor de samenleving. Anders zou het beleid er heel anders uitzien. Wat is die nationale politiek, als we dat goed gaan bekijken, mijn mensen? We merken in feite een vernietiging naar vrijwel alle sectoren. Alle vitale sectoren in Suriname, die in feite berekend zouden moeten zijn om die duurzame ontwikkeling te garanderen, daar zien we vernietiging. Vernietiging als gevolg van beleid. Er is een beleid gericht op achteruitgang. Er is een beleid gericht op machtsverwerving en machtsverruiming van een kleine groep van personen die rond de regeringstop zitten. En die zorgt ervoor dat tal van activiteiten, of het nou economische activiteiten zijn, of ondernemingsactiviteiten, of het investeringsactiviteiten zijn, hun hin aan te komen. Ten koste van de Surinaamse ondernemer. Ten koste van de investering in Suriname. En we zien namelijk dat deze macht verder versterkt wordt door middel van tal van maatregelen naar de samenleving toe. Of het dan door middel van regelgeving is, of door middel van beleid, maar het volk wordt armer door deze maatregelen. Maar er is ook nog een ander aspect waarmee u rekening houdt bij deze maatregelen. En dat is namelijk door deze maatregelen en door het beleid van de regering u onder controle heeft. Alles wat u nodig heeft, tot op het microniveau, bent u afhankelijk van deze regering. Waardoor een stukje afhankelijkheidsrelatie ontstaat met deze regering. En het volk wordt dan angstig. De beroepsgroepen die hebben te maken met beroepvrees, met baanvrees. Maar tegelijkertijd zie je een samenleving die timide wordt, passief wordt. En de regering daar tegenover met haar verdeel- en heerstrategie haar grip op de samenleving verder versterkt. En dit is een ontwikkeling, mijn mensen, die zorgwekkend is. Omdat u dan in een greep komt van een regering waarvan u weet dat deze regering geen goede bedoelingen heeft met deze samenleving. En daartegen zult u strijd moeten leveren. Daartegen moet u eenheid gaan vormen in de samenleving. Met dit regeerbeleid van de NDP gaat men u terugbrengen naar de 80er jaren. Dat was ook een van mijn boodschappen. Past u op, jongeren? En wat was het antwoord van de jongeren? We kijken niet achteruit. We kijken vooruit. En wat is vandaag gebeurd, jongeren? Men heeft u gebracht naar datgene wat u niet wilde meemaken. Datgene wat u niet wilde zien. U gaat terug naar de 80er jaren. En ik ben pas 40% op het traject. Dat er meer geld gewisseld zal worden op de airport voor toeristen die hier komen, dat gebeurde dan in de 80er jaren. Zal weer gebeuren. Waardoor uw familieleden niet meer gaan komen naar Suriname. Ze hebben andere mogelijkheden in het buitenland waar ze kunnen gaan. Wegenbelasting. Nog zoveel andere belastingen die gaan komen. Ik hoop niet dat die avondklok terugkomt. Maar als de crisis inderdaad daar zal zijn, waardoor er meer weerstand zal ontstaan vanuit het volk, omdat het volk geen zuurstof meer krijgt, dan gaat het volk in beweging komen. Maar hiervoor hadden we gewaarschuwd. Maar ik zeg dit ook, omdat u nu in een derde crisis zit. En uit deze crisis moet u ook leren. Met de VAP zult u alle ruimte krijgen om mee te denken hoe de crisis in Suriname kunnen oplossen. We gaan een beleid voeren om de crisis gericht op te lossen naar alle sectoren toe.
ons crisis beheersingsplan is al in concept. En dat gaan we verder uitwerken.